Over de fiets die er komt. Het wordt een fiets van 20 meter breed en zo'n 8 meter hoog, die platgeslagen op het grasveld gaat liggen. En aan deze fiets komen gele t-shirts hangen. Maar kledingstukken als kledingstukken, sorry. Niet alleen t-shirts, dus bij kledingstukken. deze, een oproep voor alle gele kledingstukken. Oproep voor alle bezitters van gele kledingstukken, leven ze in, want we moeten alles hebben. Deze hele fiets zal namelijk bestaan uit gele kledingstukken, doeken, lappen. Maakt niet uit als het maar geel is. En op zoals die dit. doeken, lappen en kledingstukken komen weer delen uit gedichten. Dus daarom hebben we ze ook nodig. Mensen gaan al die gedichten maken en uiteindelijk belanden die allemaal op deze, ja, soort grote waslijnfiets, zodat die vanuit de helikopter te zien gaat zijn. En mijn tekenaar zal hier een keurig voorbeeld geven kledingstukken. van kledingstukken aan een Niet veel fiets. zijn. Hé, hey, het praat, Jan, jongeren. Ja, ik kan wel. En welke maanden gaat dit plaatsvinden? In de komende 2 maanden. En we leven nu, wat is het, 2 mei? 2 mei. 2 mei is het. De komende 2 maanden gaat dit allemaal plaatsvinden. Bij de Vrijstaat. Onthoud die naam. En het is geïnitieerd door gedachten lezen. Wat is gedachten lezen? Gedachten lezen is door middel van bewoners en winkeliers, bedrijven, iedereen die in de wijk woont, samen te brengen, die laten denken over de wijk. Vervolgens komen er allerlei woorden uit voort en dan hebben we een echte dichter die vervolgens samen met die groep een heel mooi gedicht maakt. Ja, want Menno, jij bent dan onze befaamde Ik dichter. Ik zie dat we een ja, dat klopt. Sponsor. Gele sponsor. Jumbo. Jumbo, bij deze. Hallo. Aangezien jullie hoofdkleur geel is en wij heel veel gele dingen nodig hebben, wil ik jullie bij deze vragen. Sponsor iets geels. Jullie hebben vast mooie banners, een hoop oude tassen die niet gebruikt worden. Dus bij deze ook een oproep om gele zooi van de Jumbo in te leveren. De Jumbo heeft heel veel ballonnen, hè, trouwens. Dan hebben jullie ook Jumbo, heel veel hele Jumbo ballonnen. Jumbo en dan kunnen wij nog wel een heliumapparaat scoren en dan gaan we gewoon die ballonnen zo omhoog laten. Radio. Kijk, het wordt ter plekke, wordt er spontaan gedicht en gedacht. Fantastisch. Maar Menno, de dichter, wat is een voorbeeld van zo'n dichtworkshop? Nou ja, de bedoeling is dat ik allemaal woorden ga vragen aan de deelnemers. En die woorden die kunnen echt van alles zijn. We hebben laatst bijvoorbeeld in de Bibliotheek van Parkwijk een workshop gehouden. En daar, of een soort intro per workshop. En er kwamen woorden uit als baby, saai, leuk, vrolijk, drugsdealers. Nou goed, alles dus. Alles wat je in een goede wijze. Nou, we kunnen wel voorbeeld. Als we nou aan die hangjongeren daar even 3 woorden vragen. 3 woorden. Pipetje. Frame. En ja. Bier. Waterpomptank. En aan deze jongen, de jongste jongen hangjongeren, drie woordjes. 3 woorden? Ja, zeg maar wat. Wat zijn je 3 lievelingswoorden? Alles wat mag je zeggen. Pannenkoek. Maak het maar simpel. Ik heb er nog 2. Ja? Wat doen we s'avonds altijd woorden verzinnen, toch? Noem maar. Nee, noem mag ook een fantasiewoord zijn, hè? Oké. Het komt, ik zie het. Maakt niet uit welk woord, schat. Nou, misschien moet Ronald er gewoon nog heel eventjes over nadenken. En dan komen we zo bij hem terug. En dan heeft hij vast een paar hele mooie woorden. Nou. You can just shout it whenever you want. Oké, is een woord? Dus we hebben pipetje, we hebben waterkomtang, we hebben frame, we hebben oké en we hebben dat waren er al 3, hè? Oké. Als je een pipetje pakt en legt die bij het frame. Een pipetje? In combinatie met een waterpomptang. Dan ben je nooit alleen. En ben je nooit alleen? Je bent nog vrij van eczeem. Dan zou je in principe een vrijstaatfiets kunnen bouwen. Dat is dan wel weer handig, want dan hoef je met al die gele kleding van de Jumbo niet te sjouwen. Die hang je dan vervolgens aan je stuur. Oké, dan maakt het leven niet zo zuur. Nou goed, jullie kunnen dat veel beter. Dus ik zou zeggen, kom gewoon naar zo'n dichtworkshop en help mee om dat allemaal mooi te maken, zou ik zeggen. In de maanden mei, juni, Vrijstaat, kijk op
www.gedachtenlezen.com of www.devrijstaat.nl.